Hallo kijkers van Oldgames 93 en welkom bij aflevering 47 van GTA Vice City. Joehoe. En waarom ren ik hier weg? Vandaag gaan we de missie doen van de Malibu Club. En ondertussen zitten hier nog een beetje mensen te feesten. Mag ik ook mee feesten, jongens? Oh ja, yeah, oh ja. Yeah. Hoi, zo. Missie starten. Hey, Rosenberg. We need a stick-up man, you know one? Hey, Tommy, this stuff keeps you sharp, man. Woo! I could be your stick-up man. Stick him up! You ain't a stick-up man, you're an idiot. Now get yourself a drink and shut up. Hey, get out of my way! Yeah. Ow. Relax. Cam, what do you think? Well, the best shooter in this town is a guy named Cassidy. Is that so? Yeah, a military guy, or thinks he is. I doubt he was ever in the army, but he certainly knows how to get a hold of guns. He'll be down at the shooting range. Okay. Geef mij die auto. Bill Cassidy. Okay. Zo, even kijken of... Nee, Bill herkent me waarschijnlijk niet. Omdat ik de vorige keer dat ik Bill zag GTA 3 was. En toen was ik met... Cloud. Toen was ik met Cloud. En nu ben ik met Tommy. Tommy Vizzetti. Dus ik denk niet dat hij mij zal herkennen. Of hij kent mij toevallig. Van een of ander. En waarom moeten we zo ver rijden? Zeg niet dat hij in downtown is. Hij is in downtown. Oh. Hij is gewoon weer in downtown, hè? Leer je dat nooit om even lekker dichtbij te zijn? Moet ik helemaal naar downtown toe? Hey, dat mag niet, hè? Dus dat. Meneer, klopt het dat ik daar naartoe moet? Hij zegt niks. Oké. Oeh, schiet nou. Hey, this Cassidy. You Phil Cassidy? Why? I'm looking for a man who can handle a gun. From this setup, I'm not too convinced. Son, I can shoot a fly off your head at 80 feet. Oh, really? Yeah, I learned it in the army. Fly shooting real popular in the army? Glad I don't pay tax. You trying to be funny, kid? He's crazy. Shoot! Gaat Tommy ook een schietwedstrijdje doen? Tommy, waarom doe je een schietwedstrijdje? Want nu moet ik ook een schietwedstrijdje doen. En ik... Wacht even. Ik beef. Van het kouwje. Gaat er nog wat gebeuren of... Oh, dan gaan ze naar je wout weg. Oh, de achterste brengt 3 punten. Oké. Waarom zou ik iets willen beëindigen? Ja, als ik het hoofddoel heb bereikt, ja, dan ga ik eindigen. Oh, daar gaan we. Fire! Kom op. Zo, dat is weer uit. Laat mij erbij. Zo, dat is er weer een. Oh.
Zo. 15 puntjes al. You can hit a barn door. Hebbes. Waarom ben ik zo stil? Dat vraag ik me ook af. Omdat ik even precies zit te richten. Nee, jouw hoofd moet eraf. Goed zo. En dan even jouw hoofd nog. Area clear. Ah. Kogels op. Oh, dit is trouwens een Easter egg. Oké, dan gaan we verder. Hier. Hoe lang heb ik? Ja, dit is ook een Easter egg, want er komen allemaal GTA 3 figuurtjes waar ik op moet schieten. Aim, 3, 2, 1, fire! 1 minuut. Ik beweeg een beetje. Jij dood. Jij dood. 48 heb ik al. Zo. Kogels weer op. Nou, dan gaan we naar de laatste ronde. En ik zit al over de... hoeveel je moet hebben. Heen. 13 van de 17. Dus ik heb... Hoeveel kogels? Ja, schiet nog maar even op. Aim, 3, 2, 1, fire! Fire! Is ook 1 minuut. Ah ja, ik schiet mijn kogels gewoon op. Ik zit toch al over het totaal 1. Area clear! 1 punt! Wauw! Ga spreken met Phil Cassidy. Oké. So, you want to do me a favor and help me put together a job? Son, after shooting like that, if you asked me to be your wife, I'd say yes. Oké. Okay. Jongens, dat zagen jullie... Oh, wacht even. Jongens, dat zagen jullie ook even mijn schietskills. Wat voor skills ik heb met schieten. En dan ga ik even lekker rustig terugrijden naar de Malibu Club. Om me op te slaan. Ik ben blij dat Phil Cassidy trouwens bij ons in de club zit nu. Zo'n goede shooter. Behalve ik kan nog beter schieten dan hij. Maar oké. Maar kijk, terwijl ik terug ga rijden en ga opslaan, ga ik tegen jullie zeggen: doe een duimpje omhoog, help je mij mee, help het kanaal mee. En abonneer als jullie nog niet zijn geabonneerd. En dan zeg ik, oh. En dan zeg ik, doei.